Elke vier jaar wordt het beste team in Europa besloten door het EK. Maar vandaag wordt het besloten door een wedstrijd van King of the Hill. Spanje is natuurlijk de kampioen en hun land is de heuvel. En elke ronde kiest dit wiel iemand die zijn weg gaat vechten naar Spanje. In dit geval is het Oostenrijk. En omdat Oostenrijk en Spanje niet aan elkaar gegrensd liggen, moeten ze eerst door Zwitserland heen. Maar Zwitserland is daar niet blij mee. En zij gaan hun land beschermen in een voetbalwedstrijd. En omdat beide landen geen koning zijn, is het wie de eerste goal scoort, wint. Dus als Oostenrijk eerst scoort, dan nemen zij dus Zwitserland over. Maar als Zwitserland eerst scoort, dan nemen ze dus Oostenrijk over. Het laatste land wat overblijft en Spanje in macht heeft, is de nieuwe kampioen van Europa. Als eerste krijgen we Hongarije. En voor Hongarije om naar Spanje te komen, moeten ze eerst door Slovenië. En Slovenië is daar niet blij mee. Niet de grootste wedstrijd die we kunnen krijgen, maar wel een kraker om mee te beginnen. Daar komt Hongarije, het schot geblokt. Nope. Adam, nog een keer. Sporar, klaarleggen. Elsnik. Legt hem klaar voor M. Lakar. En die scoort. Binnen 13 minuten wint Slovenië. Het was letterlijk het eerste schot op goal. En Hongarije is uitgeschakeld. En Slovenië verdedigt hun land. Zo makkelijk kan het gaan. Wie is er als volgende aan de beurt? Het is Tsjechië. En als Tsjechië naar Spanje wil, dan moeten ze eerst Duitsland zien uit te schakelen. Op papier is Duitsland natuurlijk veel beter. Maar ik hoop dat Tsjechië ons kan verbazen. En het heeft maar één schot nodig. Jurasek. Legt hem voor en dan de kans voor Tsjechië. 3 minuten gespeeld en Chic, een mega kans voor hem. Maar ook wat een redding van Manuel Neuer. Terug, Gundogan. Musiala met heel veel ruimte. Jamal Musiala, Stanek. En als beide teams veel kansen creëren, is het Duitsland wat ermee vandoor gaat. Musiala in één keer door, daar is Havertz. In de laatste minuut van de eerste helft is het Kai Havertz die Duitsland langs Tsjechië schiet. Wat een ruimte voor Havertz. En daar weet hij wel raak mee. Als volgende land hebben we Schotland. En Schotland heeft een flinke reis nodig om naar Spanje te komen. En daarvoor moeten ze eerst zelfs langs Engeland. En Schotland begon de wedstrijd als bovenliggende partij. Op zoek voor Schotland, Adams. Schot geblokt, Adams nog een keer Pickford. Maar ook Engeland creëerde kansen. Harry Kane tussendoor, daar komt Jude Bellingham en dan is het Gun. Tussendoor Maino, nog een keer Jude Bellingham en weer Gun. Rice. Hoogballetje naar Foden. Die tussendoor steekt naar Kane. Ja. En dat is Harry Kane. En dat betekent dat Schotland is uitgeschakeld. Rice, prachtig balletje tussendoor van Foden. En dan is het Kane. Ja, die mist dit niet. Schotland heeft het lang volgehouden. Maar het was niet genoeg. Welk land gaan we zien in ronde nummer 4? Het is Frankrijk. En dat betekent dat Spanje eindelijk wordt aangevallen. Maar omdat dit een wedstrijd is tegen de King of the Hill, is het niet het eerste doelpunt wint, maar een normale voetbalwedstrijd. En Frankrijk kwam al snel met hun eerste kans. Daar komt Rabiot al voor Frankrijk. Unai Simon redt. Naar het midden. Ousmane Dembélé. Dembélé, nope. Dembélé. Daar is Simon. Dembélé. Tussendoor. Daar is Kolo Muani. Het scheelt echt helemaal niks. De eerste echte kans voor Spanje komt pas in de tweede helft. Morata. Daar is Dani Olmo. En die houdt gewoon uit, mijn man. En Mbappé, prachtig, gevoelig balletje richting Kolo Muani. En die is snel. Kolo Muani, daar is Simon weer. Dus een van de beste wedstrijden die ik in tijden heb gezien. Wat een redding van Unai Simon. Geeft hem terug, Kolo Muani. Gooit hem voor en dat is Rabiot bij de eerste paal. Laat in de wedstrijd knikt hij er een in. En dit kan het einde zijn van Spanje. Ze konden hun land niet eens voor één wedstrijd verdedigen. Frankrijk is de nieuwe King of the Hill. Wie is er als volgende aan de beurt, Wiel? Laat het me zien. Het is Georgië. Ja, Georgië ligt misschien wel het verste af van iedereen. En ik denk dat dit hun snelste route is. Dus de eerste die ze tegenkomen is Roemenië. En de eerste kans was voor Roemenië. Marin. Met wat ruimte. Marine! En daar is Mamardashvili. Jacques Vertatse. Kwaratskelia. Daar is Nita. Kom man. Chicaldao. In één keer door. Mihaila. Mihaila scoort. In de 112e minuut is het Roemenië die Georgië uitschakelt. En dus is Georgië uitgeschakeld. Na 5 rondes is dit hoe de kaart eruit ziet. Er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen. En daarom hebben we ook geen tijd om stil te staan. Wie is het volgende team? Het is Servië. En Servië, de snelste route is via Kroatië. Maar als ze via Slovenië gaan, hoeven ze maar 2 wedstrijden te winnen. Dus dat is precies wat Servië gaat doen. Het is tijd voor Slovenië hun 2 de wedstrijd. Ik hoop dat Servië weet waar ze aan beginnen. En Oblak liet nog maar eens zien hoe belangrijk die was. Die
België. Oh, Jan Oblak. Zivkovic kan nog een keer. Dat doet hij ook. Daar is Mitrovic. En weer Jan Oblak. Weer Mancevic. Kan hem klaarleggen. Gaat dan zelf. En die krijgt hem. Voorbij Jan Oblak. Servië gaat door in de 102e minuut. Slovenië is uitgeschakeld. En Servië komt een stapje dichter bij Frankrijk. Dit was de beste wedstrijd tot nu toe. Kom op, Wiel. Wie krijgen we nu? We krijgen Zwitserland. En Zwitserland ligt direct tegen Frankrijk aan. Dus dat betekent dat Frankrijk zich weer moet gaan verdedigen in een volledige wedstrijd. En dan vroeg in de wedstrijd krijgt Frankrijk de eerste kans. Tchouaméni naar Rabiot. Denk je door Colomouani. En daar is Sommer. Colomouani. Ruimte bij Mbappé uit te draaien. Dat is het 1-0. Na 15 minuten is het hij, Kylian Mbappé. Maar Zwitserland liet het er niet bij zitten. En Bolo gaat voorbij 2-3 man. En Bolo gelijk vanaf de aftrap. En Bolo, daar is Mike Maignan. Colomouani. Colomouani. Ja, 2-0. Zo makkelijk kan het gaan. Als jij Frankrijk te veel ruimte geeft. Zoveel ruimte voor Colomouani om gewoon verwoestend uit te halen. En die bal voorbij Sommer te schieten. 2-0. Frankrijk. Mbappé versneld voorbij Cher. Kylian Mbappé. Die is heel snel. Mbappé zelf. Ja, 3-0. Zijn tweede van de wedstrijd. Het is 3-0. En dat betekent dat het voorbij is. En dat is ook hoe het afloopt. Frankrijk behoudt de troon. En Zwitserland wordt uitgeschakeld. Is er überhaupt een team wat Frankrijk uit kan schakelen als koning? Misschien als Turkije ver genoeg komt. Dan moet ik zeggen, Turkije heeft nog best een aardig eindje te gaan. Zou je zeggen, maar als ze Servië en Italië uitschakelen, zijn ze er ook. En dat is dan ook precies wie ze uit gaan dagen. En Turkije hield het niet heel lang vol. Daar gaat Servië. Vlahovic binnen 6 minuten is het raak. Prachtige bal en een vroege aanval opgezet door Servië om hem in één keer in het net te tikken. 6 minuten heeft Turkije in het volgehouden dit toernooi. Turkije uitgeschakeld. Servië is ondertussen echt gigantisch daar. Maar ze schieten er niks mee op deze manier. Turkije van het rad. We zijn al heel wat rondes in en heel wat clubs die al eruit zijn. We gaan nu met Wales. Wales is er in principe bijna. Er staat alleen één land in de weg. En dat is Engeland. En dan vroeg in de wedstrijd keert Engeland een grote kans. En dan het schot van afstand van Foden vliegt op de lat. Maar pas in de tweede helft wordt de wedstrijd besloten. Daar gaat Harry Kane. Ja. En net zoals in de kwalificaties wordt Wales uitgeschakeld. En komen er steeds minder teams op onze kaart. Maar we zijn er nog lang niet. Wie is de volgende? Het is Roemenië. Ja, Roemenië moet door Servië heen. En die hebben toch al een aantal wedstrijden gewonnen dit toernooi. Stanciu voor Roemenië. Stanciu, daar is Rajkovic. Tussendoor Mitrovic. Daar is Servië weer. Op slag van Russen Mitrovic die Roemenië uitschakelt uit het toernooi. Servië is ondertussen gigantisch. En ze hebben ook echt gestreden voor hun land. En dat terwijl een landje als Nederland nog ineens een wedstrijd heeft gespeeld. En toch nog kans maakt om te winnen. Als je er zo over nadenkt is het eigenlijk best wel oneerlijk. Maar ja, dat maakt niet uit. Dat is juist het leuke. Het is Kroatië. En geloof het of niet, maar Kroatië komt door Servië heen om bij Frankrijk te komen. Dus Servië is weer aan de beurt, maar ik denk dat Kroatië misschien wel te sterk voor ze kan zijn. Pasalic tussendoor, daar is Kramaric met heel veel ruimte. Die lopt Rajkovic niet. En de wedstrijd leek één kant op te gaan. Brozovic, Luka Modric. Modric met de buitenkant. Dit is wel waar die bekend om staat. En het zou toch wat zijn als je zo Servië uitschakelt. Maar het mocht niet baten. En dat betekent penalties. Servië heeft toch een grote kans om dit te winnen. Tadic scoort. Al heeft Kroatië wel goede penaltynemers. Maar Kramaric mist de eerste. Rajkovic redt. Gudelje scoort wel. Petrovic tegenover Rajkovic. Rajkovic redt weer. Servië staat 2-0 voor. Zivkovic scoort. Het is aan hem. Luka Modric kan die Kroatië redden. Hij scoort wel. Als Mitrovic scoort is het klaar. Maar nee. De keeper redt. Perisic moet scoren. Dat doet hij. Kroatië leeft. Livakovic moet redden. Jovic scoort niet. Livakovic redt. Wat een penalty shootout. Als Brozovic scoort, gaan we door. We gaan door. Sergej scoort. Dit is misschien wel de meest bizarre penalty shootout die ik ooit heb gezien. Vardiol scoort. Mihailovic scoort ook. Pasalic. Rajkovic redt. En dat betekent dat Servië wint van Kroatië. En dat allemaal dankzij Rajkovic. Hoeveel reddingen hij heeft gemaakt deze wedstrijd is bizar. Dit had ik als laatste verwacht. Kroatië is uitgeschakeld. En Servië is oppermachtig in Oost-Europa. Wauw, hoe ver kan Servië komen? We krijgen Nederland. En natuurlijk weten we welk land wij langs moeten om bij Frankrijk te komen. Dit had een finale op zich kunnen zijn. Nederland, België.
België. Wie gaat er door en wie wordt er uitgeschakeld? Xavi Simons richting Memphis Depay. Kan die wat creëren? Memphis Depay. Depay! 5 minuten gespeeld. Nederland gaat door. En Memphis Depay is de man die het doelpunt maakt. Wat een ruimte achterin bij België. Depay kan zo doorlopen en uithalen. Buitenkant van de voet. Dit was de snelste wedstrijd tot nu toe. En hoe dichtbij is Nederland nu? Zo snel kan een wedstrijd dus gaan. Maar we zijn er nog lang niet. Eerst hebben we namelijk Noord-Ierland. Niet geheel als verrassing. Noord-Ierland moet door Engeland heen om bij Frankrijk te komen. En als je het nog niet door had, inderdaad, ook clubs die niet gekwalificeerd zijn, maar wel in FIFA zitten, doen mee aan dit toernooi. En ik ben benieuwd wie er uiteindelijk als winnaar er vandoor gaat. Saka naar Harry Kane. En die kan uithalen. Ja, Harry Kane. De een nog sneller dan de ander. Harry Kane binnen 5 minuten. Schakelt hij Noord-Ierland uit het toernooi. We hebben nog 17 verschillende teams. Dat zijn nog minimaal 17 wedstrijden die we moeten spelen. Het is eerst Duitsland wat we tegenkomen. En dit, ja, dit is een alles of niks. Frankrijk-Duitsland is een gigantische wedstrijd op zo'n toernooi. Kan Duitsland de kroon overnemen of verdedigt Frankrijk hem? Eén van de twee teams wordt hier in ieder geval uitgeschakeld. Mbappé. Mbappé splijt door de hele verdediging. En dan onderkant lat. Kylian Mbappé, wie anders? De main man voor Frankrijk, 1-0. Maar het is nog niet voorbij. Wat een verwoestende uithaal van Kylian Mbappé. En onhoudbaar voor Manuel Neuer. Tussendoor, Sané legt hem terug. Daar komt Wiertz. Gundogan met ruimte. Gundogan buitenkant paal. En zo eindigt de wedstrijd. Frankrijk wint 1-0. En veroveren er weer een heel stuk land bij. En Nederland is echt ingesloten nu. Dat is best wel zielig. Dit is de kaart op dit moment. En Servië en Frankrijk zijn gigantisch. In het noorden is nog helemaal niet zoveel gebeurd. Maar dat kan nu gebeuren. Ierland is de volgende. En voor Ierland om in Frankrijk te komen, moeten ze door Engeland heen. En die wedstrijd duurde niet heel lang. Phil Foden draait. Legt hem klaar voor Maino onder Bazunu door. Engeland binnen 20 minuten schakelen ze Ierland uit. Groot-Brittannië is veroverd door Engeland. Welk land is er als volgende aan de beurt? Het is Portugal. Portugal lag natuurlijk tegen Spanje aan en dat is nu Frankrijk. We hebben weer een finale wedstrijd in handen. Frankrijk verdedigt tegen Portugal. Kolo Muani richting Ousmane Dembele. Gooit hem voor, daar komt Rabiot. Cancelo, bal komt bij Theo Hernandez. Ronaldo, prachtige bal tussendoor. Bruno Fernandes op zoek naar mogelijkheden. Bruno nog steeds. Bruno Fernandes, mijn man. En Frankrijk is heel blij met zo'n keeper. Bernardo voor Bruno Fernandes. Tweede paal staat Ronaldo op hem te wachten. Bruno Fernandes, Leao, 1-0 Portugal. Laat in de wedstrijd is het Rafael Leao. En het machtige Frankrijk staat achter. Zo cool. Afgemaakt. Mainan is kansloos. Wat een goal. Rafael Leao. En kort daarna gebeurt dit. Griezmann van heel ver. Griezmann. 1-1. Hij laat het niet gebeuren en hij wil snel door, want Frankrijk maakt nog kans. En laat in de verlenging gebeurt dit. Felix. Neto. Daar is Diego Jota. 119e minuut. Diego Jota maakt er 2-1 van voor Portugal. En gewoon op die manier wordt de kroon veroverd door Portugal en Cristiano Ronaldo. Dit zag ik niet aankomen. Frankrijk is uitgeschakeld. En de volgende die aan gaat vallen is IJsland. En om bij Portugal te komen moeten die dwars door Engeland heen. En die wedstrijd staat nu dan ook op de planning. Jude Bellingham. Op avontuur stuurt Foden weg. Die kan hem meegeven aan Maino. En die schuift hem in de handen van Valdi Marsson. Corner voor IJsland. Hier kan het gebeuren. Finn Bogason komt hem door. Daar is Albert. Het is inderdaad 1-0 IJsland. En dat betekent dat IJsland Engeland uitschakelt. Wat gebeurt hier? Ik moet toegeven, in de vorige video hebben ze me ook flink verbaasd, IJsland. Want ook daar kwamen ze heel ver. En nu schakelen ze gewoon heel Engeland uit. Nog 13 landen te gaan. Oostenrijk is nu aan de beurt. En dit is de eerste keer dat Oostenrijk een wedstrijd speelt. Maar Portugal heeft alles al voor ze uitgeschakeld. Dus die kunnen gelijk tegen Portugal. Hoe later het wordt in de video, hoe meer lange wedstrijden we gaan zien. Omdat iedereen eigenlijk wel Portugal aan kan vallen. En hoe lastiger zij het ook krijgen. Want elke kans is weer een kans om van de troon gestoten te worden. Bruno Fernandes gooit hem erin. Bal voor Sabitzer komt bij Palinha. 1-0 Portugal binnen 5 minuten tijd. Uit een standaard situatie. En nog geen 20 minuten later is het Oostenrijk dat toeslaat. Naar het midden toe, daar is Arnautovic om het gelijk te maken. Wat een wedstrijd hebben we hier. Bal naar het midden, Arnautovic zonder twijfel. Keihard binnengewerkt.
Maar laat in de wedstrijd gebeurt dit. Ronaldo is in het midden. Nuno Mendes, heeft hij dat gezien? Dat is de vraag. Hij heeft het gezien. Daar komt Ronaldo! Wat een goal! Wie anders dan Cristiano Ronaldo? Kunnen we deze gewoon nog een keer bekijken? De voorzet op maat van Nuno Mendes. En Ronaldo die besluit om een omhaal te doen. Wauw. En daarom is hij misschien wel een van de beste van de wereld. Maar Oostenrijk liet dat niet toe. Arnautovic! Oh! Het is weer gelijk. En wat zal Ronaldo balen? En zo eindigt de wedstrijd. En gaan we penalties nemen. Ik had niet verwacht dat dit op penalties kwam. Bruno scoort. Ronaldo is ondertussen uitgewisseld. Maar Arnautovic niet. Nope. Die scoort niet. Oh, Oostenrijk. Is dit hoe Portugal overleeft? Nee, want Neves mist. Baumgartner tegenover Costa. Die scoort wel. Het staat weer gelijk. Diogo Jota scoort ook. Bernardo Silva scoort niet. Portugal staat nog niet achter. Seibald scoort wel. Nu staat Portugal wel achter. Het is nu aan Rafael Leao. Hij moet scoren. Pens redt hem niet. Leao ijskoud. En nu is het dan Costa. Leimer, de captain voor Oostenrijk, scoort. Oostenrijk neemt de kroon over en stuurt Portugal naar huis. Zo snel kan het nu gaan. Oostenrijk is ineens oppermachtig. En weer een grote ploeg uitgeschakeld uit het toernooi. Wie zijn nu de favorieten? Ik denk oprecht Italië en Nederland. Vorige keer wist Nederland het ook te winnen. Alleen toen hebben ze helemaal geen wedstrijd gespeeld tot het einde. En nu moet Oekraïne gaan aanvallen. Die kunnen kiezen hoe ze willen. Ze kunnen via Slowakije of via Polen. Of ze kunnen via Servië. Ze kunnen echt via drie kanten kunnen ze binnenvallen. Ik denk dat we ze wel willen zien spelen tegen Slowakije. Schaparenko kan hem terugleggen. Dat doet hij ook. Zinchenko kan uithalen. Doet hij niet. Ja, dat doet hij wel. Daar is Dubravka. Sijankov gooit dan voor. Daar is Dovrik. Toffi knikt hem binnen en Oekraïne gaat door. En kunnen ze gelijk weer aanvallen? Wie gaat er nu aanvallen? Is dit Finland? Dit is Finland. En Finland kan of via Polen of via Zweden. En ik denk voor hun dat de slimme keuze Zweden is. Ik zou niet weten in hoeverre deze wedstrijd er tot doet. Maar wie weet kan Zweden of Finland wel de hele challenge winnen. Alexander Isak. Nog steeds Isak. Jokeres legt hem klaar. Forsberg. Heradeki. Met een hele belangrijke redding voor Finland. Jokeres. Naar het midden, daar is Kraft en die werkt hem binnen. Na 43 minuten komt Zweden op voorsprong en schakelen ze Finland uit. Niet heel veel landen meer op dit wiel, maar degene die nu gaat aanvallen is IJsland. En IJsland ligt direct vast aan Oostenrijk. En dat betekent dat het weer tijd is voor een wedstrijd waarin het gaat om de kroon. Seibald. Baumgartner. Baumgartner. Ja, 1-0. Binnenkant paal. IJsland in de problemen. 1-0 Oostenrijk. Maar IJsland creëerde wel een aantal kansen. Albert. Voor IJsland. Daar komt Albert. Die krijgt hem er niet in. En dat is ook hoe de wedstrijd eindigt. 1-0. En dat betekent dat het IJslandse sprookje voorbij is. Nog 9 teams te gaan. Wie gaat er nu aanvallen? Het is Zweden. En Zweden kan in één keer naar Oostenrijk. Oostenrijk wordt weer aangevallen. Dat bedoel ik. Eigenlijk wil je die kroon helemaal niet hebben tot het laatste moment. Ik ben benieuwd of ze Zweden van zich af kunnen jagen. Saletros voor Zweden. Komt Pens hier de redding brengen. Het is nog niet voorbij. Die hangt. Ik weet niet hoe die hem binnenkrijgt. Maar Kulusevski krijgt hem binnen. Het is 1-0 Zweden. Van niet gekwalificeerd zijn voor het EK. Naar 1 been voor de kroon. Wat een hoek voor Kulusevski. Maar hij krijgt hem wel mooi binnen. En uit het niks breekt Oostenrijk door. Arnautovic voorbij ons. En het is weer gelijk. De wedstrijd is nog niet gespeeld. En zo eindigt de wedstrijd in een 1-1. En dat betekent verlengen. Forsberg tussendoor. Daar gaat Gyökeres. Kan hij er wat mee? Gyökeres. Langs iedereen, Gyökeres. En die wordt neergelegd. Forsberg schiet dan mis. Maar het is een penalty voor Zweden in de 100ste minuut. Na die overtreding van Lienhard. Lienhard legt hem gewoon neer. Ja, dit is een duidelijke strafschop. Duidelijker dan dit wordt het niet. Forsberg scoort. 2-1 Zweden in de 100ste minuut. En het publiek wordt helemaal wild. Want Zweden staat met 1 been in die kroon. En zo eindigt deze wedstrijd. Oostenrijk is uitgeschakeld en heel de kaart van Europa is ineens wat geel. Zweden op de troon. Maar wie gaat hun uitdagen? Dat is de echte vraag. Het is Nederland. Ja, ik denk dat ik niet eens een lijn hoef te trekken hiervoor. Dit is een wedstrijd die wij op papier echt zwaar zouden moeten domineren. Maar goed, er zijn al raardere dingen gebeurd vandaag. Ik ben benieuwd. Nederland tegen Zweden. Forsberg gooit dan voor. Daar is Gyökeres. Maar Verbrugge. 120 minuten zijn gespeeld. Tijd voor penalties. Is dit waar Nederland wordt uitgeschakeld? Forsberg scoort. Gini Wijnaldum.
scoort niet. Gyökeres scoort ook niet. Wout Weghorst scoort wel. Het staat weer gelijk. Ik vind het oprecht spannend. Kulusevski scoort niet. Bart Verbrugge redt. Steven Bergwijn, die scoort wel. Nederland staat voor. Met nog een aantal penalties te gaan. Augustinsson scoort wel. Joey Veerman scoort ook. Het is nu aan Bart Verbrugge en captain van Zweden, Lindelöf. Bart Verbrugge redt niet. Maar als Virgil van Dijk deze scoort, is het klaar. Virgil scoort niet. Olsen redt. We gaan door. Holm scoort wel. En nu is het aan Nathan Ake. Scoort wel. Het is nog niet voorbij. Elanga scoort wel. Dumfries moet scoren. Denzel Dumfries scoort. Dit zijn hele spannende penalties. Larsson. Verbrugge redt. Het is nu aan Stefan de Vrij. Hij scoort en Nederland gaat door ten koste van Zweden. Heel de kaart kleurt oranje, maar het is nog niet voorbij. Eigenlijk bijna elk land ligt nu direct aan Nederland, behalve Albanië. Dus elke wedstrijd vanaf nu is een finale. Wie is de eerste uitdager? Nederland moet dus minimaal 5 wedstrijden zien te winnen. Italië is als eerste aan de beurt. De laatste rondes werken wat anders, want we gaan nu door totdat we nog maar 2 ploegen over hebben. Dat wordt de finale. Vanaf nu is het gewoon weer elke eerste goal wint. En de eerste wedstrijd is tegen Italië. Malen nog steeds naar Memphis. En die kan uithalen. Nope. En dat is Donnarumma. Malen moet hem afleggen. En dat doet hij. Daar is Memphis. Daar is weer Donnarumma. Tot nu toe speelt Nederland een betere wedstrijd. Weghorst moet Frimpong wegsturen. Dat doet hij. En die is snel. Jeremy Frimpong is heel snel. In het midden is er iemand bij. Maar Jeremy Frimpong jaagt hem in de kruising. In de 117e minuut wint Nederland van Italië. Zelfs het publiek gaat helemaal los. De kaart kleurt nog meer oranje. En er zijn nog 7 ploegen in het spel. Wie is de volgende waar Nederland het tegenop gaat nemen? Het is Denemarken. Malen pikt op. Xavi Simons legt hem dan terug. Nee, gaat zelf. Schmeichel. Memphis ook niet. Vrije trap op een gevaarlijke plek voor Nederland. Memphis stapt over. Simons legt hem klaar. Daar komt Cody Gakpo. 1-0 Nederland. Na die briljante vrije trap. En wie anders dan Cody Gakpo. Keihard binnengewerkt. Wie is de volgende uitdager? Het is Albanië. En al vroeg in de wedstrijd was het raar. Zoek naar mogelijkheden. Simons gaat maar zelf. Nope. Simons, daar is Tarochka. Corner richting Virgil van Dijk. 1-0. Daar is die big man. Virgil van Dijk. De hele wereld is bijna oranje. Maar er zijn meer ploegen die willen vechten voor die titel. En daarom gaan we nu kijken welke ploeg er aan de beurt is. Het is Servië. Servië heeft zelf natuurlijk een heel groot stuk land. En natuurlijk de meeste wedstrijden gewonnen vandaag. Maar kunnen ze ook winnen van Nederland? Memphis naar Reinders. Reinders! Rajkovic. Maar als er na 120 minuten nog helemaal niks gebeurd is, is het tijd voor penalties. Penalties tegen Servië. Memphis scoort. Vlahovic scoort ook. Gini Wijnaldum scoort. Wat dacht je van Dusan Tadic? Die scoort ook. IJskoud. Cody Gakpo scoort. Gudelje scoort ook. Virgil van Dijk scoort. Wordt het Nederland of wordt het zelf? Sivkovic scoort. Xavi Simons scoort ook. Jovic tegenover Bart Verbrugge. En Bart Verbrugge pakt. Nederland wint. En Servië is uitgeschakeld. Een heel groot stuk land voor Nederland. En nog maar 3 andere landen te gaan voordat we deze hele challenge winnen. En ik moet heel eerlijk toegeven, ondertussen ben ik ook wel voor het Nederlands elftal. Polen is de volgende. In het echt wisten we te winnen van Polen, maar kunnen we dat in FIFA ook? Memphis. Oh, Memphis. Printer dwars doorheen. Kiwior is hem kwijt. Memphis om de keeper heen. En het is 1-0 Nederland. Binnen 10 minuten tijd. Memphis Depay. Zo kalm, zo beheerst. Om Chesney heen. Ja, er is maar 1 iemand in dit elftal die dat kan. Oekraïne of Noorwegen? Dat is de vraag. Noorwegen is eerst aan de beurt. Noorwegen was niet eens gekwalificeerd voor het EK dit jaar. En dit is eigenlijk pas hun eerste wedstrijd in deze video. Dus ik weet niet hoe ze spelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe Nederland doorpakt. Ik ben ervan overtuigd dat ze de video gaan winnen. Malen, prachtige tussendoor gespeeld. Dumfries geeft hem voor. Daar is Xavi Simons. 1-0. 12 minuten gespeeld. En Nederland staat alweer voor. Prachtige bal tussendoor naar Dumfries. Die ziet Xavi Simons helemaal vrij staan. En in 1 keer zonder twijfel. En dat betekent dat dit de kaart is hoe die er nu uitziet. Het is Nederland, Oekraïne en
De winnaar neemt alles. De vraag van het wiel, wie valt er aan? Het is Oekraïne. En dat betekent dat Nederland thuis speelt in deze finale van het EK. Sudakov tussendoor naar Dovbyko. Dat scheelt niks. En Nederland creëerde een aantal kansen. In één keer door Reinders. In één keer goede tik op Xavi Simons. Trubin redt. Memphis, prachtige bal tussendoor. Wijnaldum geeft hem mee aan Xavi Simons. En dan weer Trubin. En na 90 minuten staat het nog steeds 0-0. Wie gaat er naar huis met die beker? Nathan Ake, Memphis Depay, Steven Bergwijn naar Jeremy Frimpong. 1-0. 5 minuten in de extra tijd en het is Jeremy Frimpong vanaf de bank. Het publiek wordt helemaal wild. Prachtige bal tussendoor van Steven Bergwijn en prachtig afgemaakt door Jeremy Frimpong. 1-0 en nu volhouden. En na een paar goede verdedigende acties, Sheparenko tussendoor, Konoplia, daar is Van Dijk. Wint Nederland deze wedstrijd en de hele challenge. En dat betekent dat heel Europa van hun is. En daar is de trofee. En daar is onze captain Virgil van Dijk. Ik had het niet verwacht, maar Nederland wint het EK 2024 King of the Hill. Wat vonden jullie hiervan? Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En klik hier als je nog een video wil zien.